Jerritje. Hi. Hey, vertel het over jezelf, man. Ja, mijn naam is Jerritje. 30 jaar oud. Kom uit Amsterdam, woon in Almere. Maak muziek. Maak video's. Ik doe heel veel met media. Represent ik to the fullest. Waar ik jou eigenlijk van ken, is battle rap, man. Klopt. Ja, heb je nog iets meegekregen van die huidige battle scene, zeg maar? Ben je nog op de hoogte daarvan? Niet echt. Ik weet nog dat ik me een keer had aangemeld toen bij die Punch-Out battle. Had ik me aangemeld. Maar ik had gehoord dat al die gasten al schrijven thuis en dat soort dingen. Dat is nep, maar sorry, weet je. Dat is gewoon nep, klaar. Ik kom uit die periode dat je een mic in je hand kreeg en dat gasten je aankeken. Je wist niet eens wie die guy was. Je kwam gewoon aanlopen, je ziet een guy en jij gaat tegen hem en jij gaat tegen hem. En zo ging het. En dan ging je gewoon battelen, proberen elkaar de grond in te stampen, maar niet schrijven. Dus ja, wat ik ervan vind is, ik vind het mooi om het te zien als ik niet had geweten dat het geschreven was. Want vroeger, ik rond 2005 of zo, ja. 15 was, voordat ik rapte, keek ik naar de box. Ja. En dan elke maandag hadden ze zo'n hiphopavond. Dus alles was in het hiphop thema. En dat is zo'n show, Urban Lifestyle. Klopt. En hadden ze daar een soort van battle league, 45 second knockout, dacht ik. Klopt. En daar zag ik jou voor het eerst. Ja, maar toen dacht ik van, hé, dit shit is hard. En toen kwam ik erachter dat je 2 minuten naast mij woonde. Of zo, jongen, gewoon om de hoek bij mij. Dat vond ik nog harder. Klopt, nee, maar dat was ook tof. Het waren toffe tijden, man. Die tijd. Ja. Was je toen net begonnen toen je dat deed, zeg maar? Was je toen pas begonnen met muziek of was je al jaren bezig? Nee. Ik begon voor mezelf al 1999 begon ik al een beetje stiekem te schrijven. Met stiekem bedoel ik te zeggen dat ik was een heel ander persoon, een heel ander individu. Ik was een stuk jonger. Ik was niet zo open als dat ik nu was om mijn mening te geven of mijn muziek te laten horen. Dus ik was een beetje bescheiden. Ik schreef wel mijn lyricjes, mijn dingetjes, maar ik bracht het niet echt uit. De eerste keer dat ik freestyles ging opnemen, dat was echt 2001, 2002. Toen begon ik via een laptop, had ik beats geregeld van Wu-Tang. En toen begon ik te freestylen, omdat een van mijn beste vrienden me zei van, hey, je praat veel, weet je. Laten we het gewoon opnemen, snap je? Probeer gewoon te rappen en neem het op. Dus die periode was ik al bezig, maar die box battles, dat was echt. Toen begon het echt te dat komen. Dat was de start. Ja, dat was echt de start. Dat mensen me konden zien en op tv kwam en et cetera, et cetera. Ja, man, het kwam op tv die tijd en nu heb je eigenlijk geen muziekzenders meer. Nee, klopt. Niet die dat doen. Niet die dat op die manier doen. Je hebt geen box meer. MTV heeft niet echt programma's waarbij ze de hip-hop gemeenschap of de rappers of de battelaars een kans geven om een programma te volgen. Dat is er niet meer, nee. Dat is wel zonde inderdaad. Ja, want dat was echt dope shit. Maar die Urban Lifestyle, ik zag volgens mij dat ook een interview met Nelly en Ice-T. Jongens, zelfs Dingen was daar een keer. Hoe heet die? Naas. Die werd toen geïnterviewd volgens mij door Brainpower. Okay. In die periode van One Mic. Ja, dat was ook nog wat, hè? Dik, man. Wat is je beste ervaring als het ging om battle? Heb je een favoriete battle van jezelf die misschien niet op camera is? Ja, er zijn heel veel battles van me die niet op camera zijn vastgelegd. Omdat toen de tijd had je nog niet de social media en telefoons die we nu hebben. Precies. Je moest echt komen met een camera om te kunnen filmen. Ja, ik heb volgens mij zelfs een keer in een garage gebeld tegen zo'n Marokkaan, toch? Ja. Nee, maar je moest echt een camera hebben zelf om dat te kunnen zien. Dus ik heb niet veel videomateriaal, maar ik heb ook niet echt een favoriete battle. Alle battles die ik heb gewonnen, zijn battles die ik tof vond. En alle battles waar ik gesmoked ben, nou pech jongen, klaar. Zo is het leven. You win some, you lose some. Snap je? Af en toe dan deel je er eentje uit. En af en toe dan krijg je hem vol op je kaart. Dat is hoe het gaat. Dus ja, favoriete battle heb ik niet één. Er zijn er wel battles bijgebleven tegen andere battle rappers. Kimo bijvoorbeeld. Ja, Kimo. Maar dat was top of the line. Hij is een van de battle rappers die ik wel echt, respecteer. En dat is puur omdat hij had mij gewoon gepakt. Snap je? Hij had mij gewoon op dat moment op die mic gesmoked. Dat is hoe die dingen gaan. Hè? Veel gasten die gaan dat niet 1, 2, 3 toegeven. Maar dat is ook de reden waarom ik nog steeds dat stukje respect voor hem heb. Want dat waren harde tijden. Battelen, het kwam echt van hier.
Snap je? Ik zag hem ook stressen. Als ik een line gaf, zag ik hem ook denken van, shit, je weet toch, deze guy is niet makkelijk. En dat dacht ik ook over hem. En daarom heb ik wel dat stukje respect voor hem. Hij zal me altijd bijblijven. Tot de dag dat ik doodga, zal ik weten wie hij is. Dat is één ding wat zeker is. Volgens mij, jij versus Kim was de finale van... Ja, klopt. Ik was de eerste keer dat ik daar kwam. Ik weet het nog goed, maar dat zijn dingen die je niet vergeet, toch? De eerste keer dat ik daar kwam, werd ik kampioen. Had ik gewonnen. Tweede keer kwam hij, werd ik tweede. Toen kwam ik weer terug, de derde keer. Toen werd ik weer tweede, hij weer eerste. En toen ging, ik weet het niet zeker, maar toen ging hij volgens mij wat anders doen. De battles hosten bij Winston, het rapcafé in Amsterdam. Hij was weer met andere dingen bezig en... Ik weet het eigenlijk niet eens even meer, maar in ieder geval twee keer had ik wel van hem verloren. Weet je, maar voor ons toen de tijd was het anders, want ik werkte ook een beetje samen met hem. Er waren nog een paar andere gasten, dus ik zag het op een gegeven moment de tweede keer niet meer als verliezen, omdat we ook een beetje persoonlijk contact hadden. Dus dan ben je al vrienden, ja, vrienden van elkaar, snap je, en dan gun je het elkaar ook. En mensen die vonden mij hard en zijn mensen vonden hem hard. Dus ja, dat battle rap is altijd gezond. Ik ben altijd down voor een battle, man. Mag ik maar niet. Nog steeds? Nog steeds? Als gasten mij gaan uitdagen? Nee, man, hou op, man. Sorry, man. Ik ben een freestyler van origine. Als ze real met me zijn en ze willen op die freestyle tip komen, geen geschreven lies, mogen ze komen. Mm-hmm.